het klinkt heel chic. Ukulele Sociëteit Breda. Maar we zingen en we spelen ukulele met z'n allen. Dat is eigenlijk wat het is. De ukulele is een snaarinstrument met 4 snaren. En die zijn heel vreemd gestemd. Voor mij. Luister. En ze zijn zo gestemd omdat je dan vrij makkelijk akkoorden kan. Dus ik hoef er maar 1 vinger op te zetten. En dan heb ik al een mooi klinkend akkoord, zeg maar. En dat maakt het laagdrempelig om ermee te beginnen. En dat is heel leuk. Ik was eigenlijk de muzikaal leider van een belangrijk Breda's jazzorkest. De Original Victoria Band. Toevallig 100-jarig jubileum gehad, onlangs. En daar kwam iemand op de banjo invallen en die zat ook bij deze club. En die heeft mij gevraagd van, goh, wil jij ons helpen met repeteren? Want ze hadden moeite mee om de liedjes goed onder elkaar te krijgen. Dus er waren gewoon mensen die bij elkaar kwamen om ukulele te spelen. Maar ja, soms moet je een beetje iets snappen van muziek om dan dat samen gelijk te krijgen. En daar hadden ze behoefte aan, om iemand om daarmee te helpen. Ik was in Budel voor de corona en bij mijn zoon, schoondochter en 2 kleindochters. Schoondochter en kleindochter die hebben altijd gitaarlessen al sinds lange tijd. Maar mijn kleindochter kreeg toch een ukulele cadeau omdat ze het zo'n leuk instrument vond. Nou, mijn reactie was, zou ik dat ook kunnen? Ik heb van mijn leven nog nooit iets aan muziek gedaan. En daar ging een tijd overheen, want inmiddels kwam corona om de hoek kijken. Dus 2 keer heb ik mijn verjaardag niet kunnen vieren. Maar toen hebben we via Zoom, een bingo gedaan. Dat had mijn dochter, die woonde in Breda, georganiseerd samen met Budel. En dat was ook wel gezellig natuurlijk, maar ik zat alleen op de bank en zij thuis en zo, weet je wel. Maar daarna, na de coronatijd, tenminste daarna, het was iets beter. Dat was in maart 2021, 28 maart. En toen kwamen ze toch op visite vanuit Budel. En de kleinkinderen komen binnen met zo'n lange doos. Dat zie je hier. Want wist u al meteen wat erin zat? Ja, ik dacht, jeetje, ik zeg, het zal toch niet waar zijn? Ja, die mag je hebben, die heb ik zelf afgedrukt. Die kreeg ik van mijn schoondochter, die had die opgezocht. Je ziet het label er nog aan zitten, zie je? En dit was de dag dat ik het kreeg. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag slaat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht ging vroeg. De mensen zijn stug en er is maar 1 kroeg. Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in de stille stad. Ik vind muziek is mijn beste medicijn. Dus al voel ik me ellendig en ik ga mijn ukulele pakken of een ander instrument. Ik speel nog wel wat meer instrumenten. Ja, dan is het gewoon over. Dan ga ik gewoon weer lekker en ben ik weer blij. Dus als mensen nog over de streep getrokken moeten worden, moeten ze eigenlijk gewoon een keertje bij ons komen kijken. Je moet gewoon komen kijken. Ja. Maar het gewoon doen. De muziek verbindt, hè? Het valt me wel op dat heel veel mensen toch wel in hun verleden te maken hebben gehad met iemand die heeft gezegd dat je ergens niet goed in bent.
En die dan hier komt en dan zoiets heeft van, oh, er gaat echt een wereld voor me open. Want fijn om er dan weer bij te zijn of zo. Ja, klopt. Jij hebt dat, ik herken dat. Meerdere muzikanten hier die herkennen dat. Die hebben allemaal zoiets van, oh, er is tegen mij gezegd dat ik niet kan zingen. Waardoor je dus dacht van, ik ga het hier maar heel zachtjes doen. En dat je uiteindelijk erachter komt, oh, het gaat eigenlijk best aardig. En ja, dat je er toch weer een beetje veel zelfvertrouwen weer terugkrijgt, wat je eigenlijk dus in de tijd verloren bent. Dus ook dat is echt de kracht van de USB. Wel optreden. Dus gluren bij de buren doen we altijd graag. En zo dat soort dingen. Dus als we gevraagd worden, dan komen we wel.